Arrogant en asociaal, dat vinden de bewoners van de Sarfati-buurt van de Universiteit van Amsterdam. Niet omdat ze op grote schaal gaan bouwen op het Roeterseiland, maar vanwege de manier waarop. Ze vrezen grote overlast van het bouwverkeer en willen dat de vrachtwagens een andere route kiezen. Maar volgens de UvA is dat niet mogelijk. Dat wordt verbouwd en gedeeltelijk gesloopt. Het gebouw wat achter het witte gebouw staat, aan de grachtkant van het witte gebouw. Dat blauwe of donkere gebouw wat je daar ziet, dat wordt helemaal verbouwd. Dat wat je hier beneden ziet, wordt helemaal verbouwd. Een flinke klus dus, waar de bewoners erg tegenop zien. We zijn met name bang voor de overlast die het grote bouwverkeer gaat veroorzaken. Hier achter mij is de Valkeniersstraat. Het bouwverkeer dat gaat hier doorheen, komt hier ook weer terug. En zoals je ziet, het is een heel rustig klein straatje waarvan wij denken dat daar geen bouwverkeer doorheen kan. Er komen per dag gemiddeld 4 à 5 vrachtauto's door de straat. De hele verbouwing hier in deze omgeving gaat ongeveer een jaar duren. Dus het valt eigenlijk wel mee? Ik denk het wel. De bewoners hebben een aantal andere opties voorgesteld, waarbij de vrachtwagens over het eigen terrein van de UvA naar de bouwplaats rijden. Onmogelijk, zegt de universiteit. Omdat het gebouw dat we hier gaan bouwen, die gevel die blijft staan, die moeten we stutten tijdens de verbouwing, want anders valt die om. Dan komt er iets op straat te staan en dan kan de vrachtauto er niet meer door. Bovendien ontstaan er op andere plekken onveilige situaties in het verkeer, en dat vindt de gemeente niet goed. Ja, dat zegt de UvA, maar dat is niet altijd zo wat de UvA zegt. Er zijn wel alternatieven, maar die zijn nog gewoon niet goed onderzocht. Omdat die domweg niet mogelijk is. Goed, die worden dus voorlopig niet eens. Hoewel de werkzaamheden elk moment van start kunnen gaan, strijden de bewoners met volle kracht door. Het is de heersende cultuur bij de UvA. Ze hebben zich nooit zo erg veel van bewoners aan hoeven trekken. Maar wij laten het hier zeker niet bij zitten.